Nee, deze heb ik niet bij je moeder. Nee, nee, ook mij niet. Deze is uit Peru. Nee, nee. Dit vind ik ook prachtig. Mm-hmm. Is dit nu helemaal nieuw, deze kleur? Alles nieuw gedaan. Leuk. Gezellig. Ja. Ik vind het altijd gezellig om op donderdag even langs te komen. Als we het nou over herinneringen hebben, wij zaten vroeger al bij elkaar op school, de stedelijke. Ja, de stedelijke. Heel lang geleden. Ja, dat is heel lang geleden, ja. En ja, ik heb je ook heel lang niet gezien, dus toen we elkaar weer voor het eerst zagen, toen kwamen we daar even terug. Ja. Hallo. Hallo. Kijk, ja, daar is moeder net. Ja, dat vond ik, ik kwam al bijna uitzetten. Het is toch niet te geloven. Ja, jij komt nu even gezellig buurten. Ik moet even wat ophalen. Oh, wat moet je ophalen? Oh ja, ja. Nou ja, ik kom zo dan. Ja. Ik ben 10 jaar weg geweest. Oké. Okay. Bij elkaar. Ja. En waarom, gewoon... maar waarom kwam je terug? Zeeland, er gaat niks boven Zeeland. Gewoon. Nee, is dat toch een... Ja, Zeeland trekt toch wel heel erg. Ik kom er oorspronkelijk niet vandaan. Ik ben een Rotterdamse. Oké. Okay. En, maar Zeeland is gewoon, ja... Toch jouw plek. Dat hoort wel een beetje bij mij. Maar op een gegeven moment toch de stap naar Middelburg. Want dat is dan een jaar geleden ongeveer? Nee, dat was is een jaar geleden. Ja? Ja. Ja, toen ging het toch kriebelen. En toen wilde ik eigenlijk toch gewoon weer zaken in Middelburg. In Middelburg. En hoe is die overstap bevallen? Tot nu toe? Ja. Ben je blij? Ja, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ja? Ja, ik woon nog steeds in Grijpskerk en dat is prima. En dit is gewoon... Oh, daar woon je nog? Ja, ik woon nog. Ja. Wat voor soort kleding verkoop jij nou precies? Casual, klassiek, voor heel veel leeftijden. Iedereen draagt dit anders. En toch gewoon dingen die ik zelf mooi vind. En ik wijk daar eigenlijk niet van af. Maar net als het jasje wat jij nu aan hebt, is dat ook, verkoop je dat ook? Ja. Draag je ook uit je eigen collectie? Ja. Ja, ja, ja. Ja, en wat ik dan als CEO altijd wil weten, ben je een beetje betaalbaar? Ben je middensegment? Nee, ik ben heel betaalbaar. Want mensen, en dat is heel grappig dat je dat zegt, want mensen komen binnen. En dan durven ze eigenlijk al niet en zeggen ze van jeetje, het zal wel heel duur zijn. En dan kijken ze naar de prijskaartjes en dan zeggen ze eigenlijk aangenaam verrast van god, nou dat zijn goede prijzen. Nou, maar zo dan eens één voorbeeld, want dat zegt mij niks. Als je zegt het kost 100 of 200, maar net als wat hier op de hoek hangt, wat kost dat nou? Wat hier op de hoek hangt, ja? Deze? Ja. Maar of weet ik het nog niet hoor, daar is het te veel voor. €59. Nou, dat klinkt niet als veel. Nou, jasje wat je net had, dat is dan iets meer misschien. Maar dan nog, voor dit soort dingen niet echt heel veel. €169. Ja, nou, dat is een stuk, maar ja, dan heb je ook echt een jas. Ik bedoel... Kijk, En ik neem aan dat je... Het is natuurlijk ook allemaal kwaliteit, mevrouw. Of... Meneer, het is de hoogste kwaliteit. Hey, waar ik ook wel benieuwd naar ben, want je zit op de hoek van de Lange Noordstraat en de, hoe heet die straat daar? De Bachtenstenen. En daar komen veel mensen voorbij, maar als we heel eerlijk zijn, is natuurlijk niet, het is niet de drukste winkelstraat van de stad. Nee. Merk je daar wat van of gaat dat eigenlijk toch goed? Weten mensen je toch wel goed te vinden? Ja, op een gegeven moment heb je, na al die jaren, ken je gelukkig genoeg mensen die je gewoon ook echt opzoeken. En echt, gewoon je eigen netwerk, zeg maar. Je eigen netwerk. Ja, weet je, hebt gelukkig natuurlijk parkeerterrein voor de deur. Dat is ook nog wel goed. Ja. Maar ja, het is gewoon, weet je, als je ergens nieuw zo zit, want je zit hier nog maar een jaar. Ja, mensen moeten er ook nog eventjes aan gewend raken, aan dat beeld. En Marjolein, die fietsen dan altijd hier in de straat. Ik vind dat er altijd wel grootstedelijk uitzien, maar jij bent hier ondernemster. Nou, weet je, ik vind het gewoon een hoop staan voor de deur waar ik niet blij mee ben. Ja, en die staan er ook echt elke dag? Het is nu rustig, het is nu heel rustig. Maar ze worden toch wel regelmatig geruimd of valt dat wat tegen? Nou, ik heb het één keer gezien en dan werden de 3 fietsen weggehaald. En dat, ja, weet je, het is ook moeilijk. Ik kan me ook voorstellen dat het ook niet te doen is om dat te weren. Alleen, ja, het is gewoon heel vervelend, want je hebt hier je winkel en het zicht wordt totaal weggenomen. Ja, maar, ja, echt waar. Ja. Nou, maar ja, ik loop je dagelijks voorbij. Ja, dat is ook altijd. Hebben. Ja. Ja, ik vind het een prima straatje. Nou, dan dank je hartelijk voor je tijd en ik wens je ook hele fijne feestdagen. Ja, we zien elkaar binnenkort weer. Yes.